Hoe gezellig is dit? Het dagcentrum voor dementerende ouderen. En ik mag vandaag mee fietsen. Onder andere met Corrie. Die is bijna klaar met de dikke tante Kay. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien wij het wieltje nog eens om. Bom, bom. Goed zo. Corrie, nou, wil jij met mij mee fietsen? Ja, is goed. Gezellig. Wacht even. Ja. Passen we ertussen als we de buiken inhouden? Ik zo graag. Nee. Hoppakee, daar gaat het. Oeh, dat is nog zwaar. Ja, om op gang te komen. Oh, mijn benen zijn niet lang genoeg. Hoe komt een Utrecht als u zo in Bunnik verzeilt? Ik kwam natuurlijk al in Utrecht. Ook bij een soort clubje opvang voor mensen die beginnend dementerend waren. Ja. En ik denk dat ik via hun jullie adres heb gekregen. Ja, zo bent u hier in Bunnik gekomen. Ja, ja. Is het een fijne plek? Ja, ik vind het een hele fijne plek. Ja. Oh, ja. Want als je echt, zoals wij, uit een straatje komt waar nog geen boom staat, bij wijze van spreken, kom je hier in een wilde van groen. Lekker in het groen. En nu zei u dat u beginnend dementerend bent. Ja, maar misschien is dat wel niet helemaal op zijn plaats. Maar ik kan echt niet zeggen, nou is het ook moeilijk. In het begin heb je er ook geen erg in. Nee. Maar dan kom je pas als het al een beetje aan het gevorderd is. Dus eigenlijk weet je niet hoeveel jaar het nou al bezig is. Wat merkte u er zelf van in het begin? Ja, toch wel dingen die ik ging vergeten. En dat mijn man zei, oh, heb je dat nou? Hij wist het toen ook nog niet. Nee. Een beetje mopperig was hij, weet je wel. Heb je dat nou nog niet gedaan? Je zei nog dat je dat ging doen. Nou, zulke soort dingen. Ja. Ja. En uw man was dus eigenlijk de eerste die in de gaten kreeg. Corrie vergeet een beetje. Ja, ja, ja. Want dat is logisch, hè. Als ik tegen hem zei van, oh, dat doe ik vandaag wel. En hij kwam 's avonds thuis. En dan zei hij, je zou dit. In het begin was hij, want hij is een beetje kort, hè. Kort, kort lontje. Ja, ja. Maar later, oh, het is de beste man die ik heb. Echt waar. En ik geloof, op de camping wil ik nog wel eens een klein stukje fietsen. Op de camping zelf, ja. Omdat ik daar de weg zie. Ken. Maar ik durf niet meer boodschappen vanaf de camping of ook vanaf thuis niet meer. Nee, dat doe ik niet meer. Bang dat u de weg kwijtraakt? Ja. Ja. Bent u verdrietig geweest of boos? Nou, wel verdrietig, dat weet ik zeker. En weet je wat het is? Je vindt het ook zo erg voor je partner. Ja. En die vond het erg voor mij natuurlijk. Ja. Het is ook voor allebei heel erg. Ja, ja. Het is echt zwaar. Ja. En hoe is het? Maar het leven gaat door. Ja. En als je er niks van maakt met wat je nog hebt, dan heb je helemaal niks. Dus dat moet je nooit doen. Je moet doorzetten. Het lijkt mijn zoon wel die daar zit. Dat is precies mooi. Precies mijn zoon. Ja. Weet je, zo'n man heeft toch zorgen om jou. Ja. Hij is het zorgelijke type. Want je hebt mannen die misschien wat losser erin zijn. Ik weet zeker, hij is echt een hele lieve, zorgelijke man. U bent een geluksvogel. Ja. Ja. Hebben jullie het goed samen? Ja. Tenminste, eigenlijk moet hij het ook zeggen. Hij heeft natuurlijk wel zorgen om mij. Ja. Ja. En de dagen dat u bij Duo bent, dan heeft hij een beetje tijd voor zichzelf. Juist. Vind ik fijn voor hem. Ja. Ja, dat is waar hoor. Tjoe. Dat is wel een hele grote vrachtwagen. Dan voelt zo'n fiets toch takkenbossen, wel fijn, takkenbossen. Hoe was het vroeger bij jullie thuis? U had 3 kinderen. Ja, ja, ik heb 4 kinderen gebaard.
ene, die was te licht. 3 pond en 3 avonds te licht. Heel kleintje. Eén couveuse, ja. Niet gered. Ach, nee, ik geloof 6 weken dat ze nog wel geworden is, maar ja, een meisje. Elke meisje. Ja. Elke dag gingen we erheen. Ja. Maar ja. Ze had de kracht niet. Nee, ze was te licht. Hoe heet ze? Nonnie, naar mijn moeder. Ik heb daar zoveel jaren. Ja. Maar dat zijn de grote verdrieten in het leven? Ja, ja. Maar kom toch boven. En nog 2 jongens en nog een meisje. En ja, toen kwam mijn oudste zoon dan. Ja. En daarna kwam een meisje. En daar was natuurlijk heel blij mee. Anita. En daarna nog een jonge Erik. Dat zijn al 3 schatten hoor. Ja. Nou, kijk het. Ja, dit is op stand wonen hoor. Ja. Oh. Heel mooi. Oh, daar kan ik wel aan wennen, Daan, daar wonen. Ik zou er geen moeite mee hebben, nee, hoor. Nee, ik hou van de natuur, dus... daarom hebben wij ook de kerk en heb ik al verteld. Ja. Ja, in Zeist, hè? Lekker dichtbij. Ja, ook een stuk, heen. Een tuintje voor, een tuintje opzij. Loop ik lekker met u mee naar binnen? Goed, ik vond het gezellig. Ja, dank u wel. Zitten de benen goed? Yes. Ja? Ja hoor, dan kunnen we lekker. Ach, het zonnetje gaat er ook nog bij schijnen. Dit is een krap bochtje. Oei, 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 oei. Zorg dat er geen botsingen gaan maken. Het lukt. Ja, het lukt. Is het fijn bij de duo? Ja, ik ga er graag heen. Ja. Ja. En gaat u al lang? Van de dokter kreeg te horen dat ik iets in mijn hoofd had. Ja. Ineens. En dat heeft mijn moeder erin gestopt, zei hij. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja. Hoe kan je er nou in stoppen? Hij zegt, toen je geboren bent, heb je het van je moeder gekregen. Ja. Want wat heeft u? Nou, ik heb er gelukkig niet zoveel last van. Nee. Eigenlijk niet. Dus maar, ik doe alles wat ik wil. Ja, maar bent u aan het vergeten? Nee, niet, het is geen vergeten. Ik weet niet wat ze hebben. Soms dan stopt het gewoon. Ja. Maar ik kan het best wel goed bij. Ja. Wat doet u graag? Handwerken. Mm-hmm. Nou is autorijden. Maar dat mag niet meer. Dat mag niet meer, hè? Dus dan maar fietsen. Jongen. Vond u dat het vervelend, dat de autorijden niet meer ontzettend. Ja. Maar goed, ik moet er maar zien om verder te komen. Ja. Hoe zag het leven er vroeger uit? Had u een gezin? Ik had er gewoon een gezin. Mijn dochter is overleden. Ze zijn allemaal dood. Ach, maar dat is wel heel verdrietig. Want, ik mag jij zeggen, maar soms vind ik het lastig. Maar jij bent nog hartstikke jong, volgens mij. Nou, ik ben 65. Ja. 75. Sorry. Ja. Ja. Want hoe lang geleden is je dochter overleden? Mijn dochter is een poosje terug. Ja. Was ze en ziek? Ik heb helemaal niet helemaal zoals zwanger. En op een gegeven moment, toen ging het iets niet goed. Nou, het werd steeds erger natuurlijk. En toen had ze hier bij op de hart, onderop, had ze een virus. Ach, nee zeg. Opgelopen. Ze moest gelijk naar het ziekenhuis. Want ze zegt, ik hou het niet uit. Nou, gewoon geweld. En diezelfde smiddags is ze overleden. Jeetje, wat verdrietig. En nou legt mijn zoon dood te gaan. En die heeft ALS. Nee zeg. Ja, maar sommige gezinnen treft ook te veel. Nou, dat kan nog veel meer zeggen, maar dat doe ik niet meer. Nee. Nee. Jeetje. Ja. Maar toch, als ik je zo zie, lijk je me toch een positief mens. Nou, dat moet ik wel. Want anders dan heb ik er niks meer aan. Nee.
En ik wil graag gaan verhuizen. Ja. Want ik wil naar Houten. Waarom? Omdat ik daar kwam vandaan. Ah. Oh. Ja. Net als tijdje met hè? Maar dan is het omstarten zo lastig. Oh, even kijken of er niks aankomt. Links niet. Rechts. Nee. Rechts wel op vrachtwagen. Het is wel een hele grote. Dat een bouwwagen. En begreep ik dat uw man vroeger ook in de bouw zat? Ja. Ja, ja, die heeft dit bunnik gebouwd. Oh ja? Ja. Ja? Die nieuwe. En dan heb ik alles gedaan. Fiets hieruit. Best wel lekker. Nou, ik vind het ook gezellig zo naast elkaar. Een tandem ken ik natuurlijk wel achter anders elkaar. Anders moet je zo gaan zitten. Ja, dat is niet gezellig. Oeh. Joep. Nou, yes. En dan vind ik wel dat we iets te drinken hebben verdiend. Ja, ik wel. Jij in elk geval. Ja, ik wel.